Zo, welkom bij het laatste deel van de Lilliput 6400. Nou, om dus zo'n lampje te maken moet je hem ontzettend scherp weten te buigen. Ik gebruik daarvoor een USB-kabel. Daar passen deze kleintjes precies in. Zit hij goed op zijn plek. En kan ik de pootjes heel scherp ombuigen. Deze is dus voor deze kant. Als deze goed scherp gebogen is, kan de kop eraf. Veiligheidsbril is aan te raden. Deze dingen vliegen hard. Ik probeer hem zo glad mogelijk te krijgen, die kop. Daarna altijd even testen, want anders heb je er een hele mooie in zitten die niks doet. Deze doet het nog. En om hem er dan in te krijgen, moet die de pluspol, de lange in dit geval, moet aan de binnenkant. Misschien moet ik dit gaatje nog even goed openmaken. Ja, deze wil nog niet. Als het gat goed open is, kun je hem erin halen en kun je hem goed buigen. Als het gat niet goed open is, heb ik hier zolderabsorb no clean. Leg je op het gat wat vuil is, verwarm het met een soldeerbout en hij zal, als het goed is, alle oude tin er zo uittrekken. Omdat het zo rommel is, kan ik het niet in het midden doen. Dus ik hoop dat dit nog te zien is op de camera. Zo, hopelijk. Als het nu nog niet past, moet ik mijn borden bijpakken. Maar dit gaat al een stuk beter. Kijk. Doe hem erin. Ik heb ze hier net voor de plaatjes. Heb ik ze afgebogen. Zover zitten ze erin. En dan kan ik de led wat naar achteren duwen. Dan kan ik nog een beetje omhoog of omlaag bewegen. Maar in feite is het meeste werk nu al gedaan. Zo. Maar hij past hier ook precies in. Vervolgens, ik zou hem nu al vast kunnen zetten, maar ik wil even zeker weten of ik hem niet te dicht tegen te hoog of te laag, of dat hij, ik moet nog wat ruimte hebben om te verschuiven. Zo, als ik hem dan aansluit, dan kan ik hem nog een beetje omhoog of omlaag duwen, trekken, totdat hij precies goed zit. Maar ik zie nu, hier komt genoeg licht uit. Dat kan ik ook doen. Als hij dadelijk vast zit. Dan kan ik hem, ik heb genoeg ruimte om hem nog op zijn plek te zetten. De lampen zitten erin. De decoder zit op zijn plek. En ik heb heel even met wat draden de motoren aangesloten om te kijken of dat de richting goed is. Nou, er zit maar één motor aangesloten en deze kan niet rijden met één motor. Hij kan alleen herrie maken met één motor. En herrie maken kan niet. Aan de wielen kan ik merken dat hij die kant op wil rijden. En je ziet hem ook een heel klein stukje bewegen als ik van richting wissel. En ik zie dus dat hier de lampen aan deze kant branden. De kap gaat er zo op. Dus
Omdat ik hem draai, gaat het om hier, deze kant. Ik pak mijn houtje er weer bij. En hier zit de witte lichtgeleider, die hiervoor komt. En hier zit de rode, die daarvoor komt. Dus als ik hem nu zo laten rijden. Zo. Als ik hem nu die kant op laat rijden. En ik ben er nog niet helemaal uit of ik forward en backwards goed vind. Maar oké, als ik hem nu deze kant op laat rijden. Dan gaat er dus hier een lamp branden. En dat is de rode. En hij rijdt die kant op. Dus dat klopt verder. Ik vind alleen wat mijn decoder aangeeft als voorwaarts versus achterwaarts versus reverse. Ik vind het lastig. Zeker met die 6400's die eigenlijk gewoon alle kanten opreden. Het maakt niet uit. Die hadden niet per se een voor of achter uit. De stoel kon draaien en dan was er altijd goed zicht. Maar het betekent in ieder geval de decoder met wat moeite past. De bedrading zoals ik hem bedacht had met de weerstand werkt. De motor, ik heb er nu één aangesloten, doet het. Ik moet nu alleen de rest van de draden nog aansluiten. Rechtstreeks op de printplaat, zodat ik af kan van deze losliggende kabels. En als dat gedaan is, dan is deze af. Wat betreft de elektriciteit. Er liggen hier allemaal al losse hekjes. Die moeten er nog op. En ik denk dat die ook nog een keer grondig schoongemaakt moet worden. Lijmresten eraf gehaald. Kom, dat is los, jongen. Die wil niet. Aan elkaar gehecht. Zo. Dus het werk aan de buitenkant, dat moet nog. Als iemand nog een goed idee heeft over het verwijderen van de lijmresten, dan hoor ik het heel graag. Want ik zit een beetje ermee dat ik dat niet zo goed weet. Ik bedoel, soldeerbouw, elektriciteit, digitaliseren, geen probleem. Lijm verwijderen, lastig. Zo, nou hier zit de decoder. Ik ga deze rijden zonder extra batterij. Dus ik knip deze eraf. Zo. Die zijn voor slechte rails, slechte pick-up van de wielen. Maar deze heeft op alle wielen stroom pick-up. Dus ik ben daar niet zo bang voor dat dat een probleem gaat zijn. De groene functie gebruik ik ook niet. Hop. Zo. De paarse functie ga ik ook niet gebruiken. Zo, dan hou ik over zwart en rood voor de stroom en grijs en oranje voor de motoren. Zwart en rood voor de power pickup, dat maakt niet zo uit waar die op terechtkomen. De power pickup gaat hier op deze binnenste plaat, printplaat komen. Dus de eerste zal zijn deze zwarte. Is dit een open? Ja. Het is een beetje als alsof je kleding aan het maken bent. Kabeltje er doorheen halen. Goed, mijn camera was vol. Dus ik heb nog niet gekeken hoe ver het die opgenomen heeft. Ik kan ook niet zien hoe mijn beeld eruit ziet. Want mijn laptop wil het beeld niet meer oppikken. Dus ik moet even blind verder. Ik ga nog één poging doen. Als dat niet werkt. Nee, dat werkt niet. Dan doe ik op de gok even zo. Zo, op de gok. Hopelijk staat alles goed ingesteld. Zo niet, dan moet ik dit deel opnieuw doen. De decoder zit inmiddels erop gesoldeerd. De weerstand van de LED zit erop en alle kabels zitten erop. Dat betekent dat hij nu in de lock kan. Hij zal er zo in moeten. Hij moet een klein stukje nog naar achteren.
Zo, dan zit hij eigenlijk al op zijn plek. Ik zou bijna zeggen past als gegoten. De rode kabels zijn voor de motor. Zo, de zwarte zijn voor de stroompickup. Nou, hoe had ik het bedacht? Ik heb de buitenste bedacht voor de stroompickup. Dat betekent dat zwart. Zo, daarop moet. Die loopt hier langs, die gaat daar naartoe. Zo. Oh, dat is ook nog een onderdeel wat er afgevallen is, zie ik. Dat was wel een hele droge solder, dus die doe ik even opnieuw. Zo, deze, daar moet ik even goed kijken. Ik wil de buitenste gebruiken, de buitenste hier, is de middelste hier niet, de meest linkse. Dus die zit net anders en aan deze kant is het, zo te zien, ook de middelste, waar is mijn meter? Die wil ik gewoon piepjes geven. Deze zit als het goed is hier aan, maakt verder geen contact met allerlei andere dingen. En de middelste komt hierop uit. Deze middelste komt ook hierop uit. Dat is 1. Dat is dus net anders als wat, hoe ze oorspronkelijk zaten. Want ze zitten nu dus enigszins in het spiegelbeeld van elkaar. Of een spiegelbeeld. Power pickups, hier zitten de binnenste power pickups, aan deze kant zitten de middelste. Volgende is de motor. Die heb ik dan naast gedaan. Dat is deze. En dat is dan ook die. En voor hem is dat de buitenste. Ja. Deze. Ja, aan deze kant. Aan deze kant zitten ze aan elkaar gekoppeld. Hier doe ik ze ook op de middelste. Zo. Dat zou betekenen dat als ik hem nu op de baan zou zetten. De lampen gaan branden. Goed zo. Als ik hem hierop ga zetten. De lampen ook gaan branden. En nu zitten beide motoren aangesloten. Dus als alles in focus is en hier nog iets van te zien is. En ik zou zeggen rij vooruit.
Het maakt niet het mooiste geluid, maar het rijdt wel. Ik denk dat dit toch wat olie nodig heeft. Iets zat er in de weg. Ik denk dat een van de kapjes die over de licht heen zit een beetje uitstak. En ik heb nu een mooie in elkaar gezette trein. Ik ga hem eventjes vanaf de zijkant proberen te filmen. Als een mooi eindresultaat. En ik moet wel zeggen dat ik zie al. Zie hier het eindresultaat. En zoals je ziet heb ik toch de motor verkeerd om aangesloten. Maar dat los ik nog wel op in de software. Net als het geluid. Ik denk dat dat de frequentiemodulatie is die nog niet helemaal netjes loopt. Zo. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Misschien dat ik je nog een keer ga laten zien hoe je de lijmresten weghaalt. En zo niet, dan komt deze wellicht aan het einde van het jaar weer terug op een baan. Om te laten zien hoe die uiteindelijk is gaan rijden. De realiteit is dat ik toch aan deze dingen blijf knutselen totdat ik ze echt goed vind. Dus bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.